Er stak net een piemel uit. Ja, ik denk dat je hiermee bedoelt dat dit boek waar het allemaal over gaat gewoon normaal moet worden of zo. Ik weet wel, toen ik buiten aan het spelen was, dat woord had gehoord en toen ging ik onderzoeken wat het woord was. Welk woord? Ja, seks. Je ziet het soms wel eens langskomen of zo, als je bijvoorbeeld series kijkt op Netflix of zo. Ik dacht dat het gewoon net als hallo iets was en toen zocht ik het op mijn telefoon en toen kwam ik erachter dat het iets heel raars was. Want we gingen plaatjes van dieren opzoeken, ik en mijn vriendin. Maar toen klikten we dus per ongeluk op daaronder, op seks en de mensen. En toen zagen we allemaal mannen die zo zaten met hun piemel vast en zo. En dat vonden we heel erg gek, dus hebben ze snel weggeklikt. En heb je het met je ouders wel eens over seks? Nee. Zou je het met je ouders over seks willen hebben? Nee, niet echt. Hoe lang moet je het eigenlijk max doen? Eikel. Aan het uiteinde van de piemel zit een eikel. Sommige jongens die willen ook dingen weten over vagina's. Ja, dat is heel, op zich heel raar. Wat hebben zij aan informatie over vagina's? Maar zo zou je het ook kunnen denken, wat hebben wij aan informatie over piemels? Weten jullie zelf wat seks is, eigenlijk? Oeps. Vies. Raar. Je ziet witte naakte mensen. Maar wat en je ziet opvast, bruine naakte mensen, je dikke naakte mensen, dunne naakte mensen. En op zich wel een mooie foto. Zo kun je ook weer onderscheiden dat mensen verschillend zijn. Zou jij dit boek voor je kind kopen later? Nee. Nou, pas als hij 16 was. Vieze ziektes? Krijg je bij een piemel, krijg je vieze ziektes? Ja, het kan hoor, dat je besmet wordt. Krijgen we moet je dan altijd condooms bijdragen als je ouder wordt?